past an ankle. Hallo iedereen, hey. En welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag gaan we iets speciaals doen. Oké. Okay. Sam weet nog niet wat. Nee. Heb je enig idee wat hierin zit? Kleren. Ik weet niet, het klinkt al, het voelt als kleren. Oké, dan gaan we iets kei spannend doen. Klinkt toch als kleren. En ik heb hier echt op gewacht. Misschien is het nog een beetje te vroeg, maar... Ik weet het. Ja. Als je zegt het is een beetje te vroeg, dan weet ik al waarom. Het is een beetje te vroeg, maar het is nooit te vroeg voor Kerstmis! Ik denk op een Chinese site, dus ik ben niet zeker, heb ik allemaal kerstpyjama's besteld. De site noemt Pat Pat. Ik weet het eigenlijk niet hoe je het zegt. En daar zag ik dat ze pyjama's hadden, zo matchy kerstpyjama's. Dus ik dacht, dat moeten wij hebben voor Kerstmis. Dat kan gewoon niet anders dan dat we dat hebben. Dus ik dacht ook, ik ga op tijd bestellen, want anders dan gaat dat misschien niet op tijd voor Kerstmis aankomen. Heel goed op tijd. Maar het is heel goed op tijd. Ja. Het is nog oktober. Dus we zijn op tijd. We zullen het zeggen dat er een versie voor u is en voor mij is altijd. Ja, nee, niet van alles. Oké. Okay. Van twee dingen is er een versie voor u en voor mij. Okay. En twee pyjama's zijn alleen nog voor mij. Ah, dus ik krijg geen alleen. Ah, wou je dat? Nee. Ik dacht al, ik zal me niet overdrijven met te veel pyjama's te nemen voor ons allebei. Want... Deze is matching. Ja. Ik weet wel niet welke van wie. Ruik je daar nu aan? Nee. Ah, ik dacht dat je daar aan het ruiken was. Dus het ziet er zo uit. Het ziet er wel best legit goed verpakt uit. Ja, zo. Ja. Allee, ik weet niet. Ik weet ook zelfs niet of dat wel een Chinese site is. California staat hier. Ah, oei. Made in China. Ah, made in California. Ja, oké. Okay. Dus de eerste, let's open it! Mij is al open, hè? Hallo. Wow. Vester. Mooi. Ziet je mooi onze? Mooi broekje. Dit is de blouse. Maar no worry, als jullie het zo niet te goed zien, als we alles hebben laten zien, dan gaan we ze ook aandoen. Oei, de broek ziet er wel groot uit, om eerlijk te zijn. En lang, wow. Ik heb een medium. Ja, ik heb een medium voor u genomen, is dat goed? Ja. En ik heb een small. Ik heb ook wel knoopjes. Jij niet. Lappen. Nee, mijn is gewoon niet helemaal matching, hè. Ja, is toch goed, ik moet geen knoopjes. Oké, dat was al nummer 1. Mooi. Nummer 2, dat is een small, dat is voor mij. Deze is voor u. Nummer 2. Oh, die is ook kei mooi. Wauw. Nou ja. Dat is mooi, hè? Ja. Het is gewoon een effe t-shirt. Ja, ik heb een effe met lange mouwen. Heeft u ook lange mouwen? Ja, lange. Ah ja. En zo kerstmisgroen. Kerstmisgroen, ja. Okay. En de broek is ook weer met zo'n patroontje. God, dat gaat zo tof zijn! Kan niet wachten! Oké, okay, next. Het is alleen voor mij. Vanaf nu heb ik geen meer, sorry. Oh, jammer. Maar ja, deze vond ik... Oh, dit ziet er wel iets minder tof uit. Ziet je dat? Dat is tof. Dat blinkt zo. Ja, dat is zo blinkend stof. Ja, dat is zo blinkend stof. Jullie gaan dat denk ik niet op camera zien, maar dat is zo'n blinkend... Stofje. En dit is het blouseje. Merry Christmas! Met een auto met een kerstboom. En ik heb zo'n auto en een kerstboom gekocht. Ja, en de action voor in ons interieur te zetten. Dus dan ben ik matchy. Ja. Oh nee, dit stofje vind ik niet zo leuk. Die misschien andere stofjes aan hebt, zijn veel toffer, precies. Ja, maar dit oogt niet zo mooi, dat stofje. Nee. Dit is de broek. En de laatste. Deze vind ik echt, denk ik, misschien wel het schattigste. Die wou ik ook voor u. Oh ja, dat is ook zo'n stof. Die wou ik eigenlijk ook voor u nemen, maar ik dacht dat ik die te ging vinden, want die is zo wat paarsig, precies. Ja, ik dacht wel dat die grijs was.
kijk eens, kerstmannetjes. Cute. En de broek ziet er zo uit. Maar hier valt dat wel minder op dat dat zo'n blinkend stofje is. Bij dat wit, ja, dat ziet waar, je dat feller, omdat dat wit is, denk ik. Dat is waar. Ja, op camera gaat je dat niet zien, gok. Ja, nee, maar... Ja. Het is echt zo... Ja, dat klinkt zo wat. Ik weet het niet, stel dat erin. Maar er hangt ook echt zo'n kaartje aan. Ja. Met kerstdingetjes op en met pat-pat. Pet-pet zal het wel zijn. En het is... Polyester. En spandex. En spandex, ja. Dat is polyester. Polyester, en dat blinkt zo. Maar deze blinken toch niet? Dit is katoen. Het is daarmee. Katoen voelt wel. Polyester blinkt zo. Ja. Kunnen we echt heel tafelbollen met kerstpyjama's? Op een schaal van 1 tot 10, hoe excited zit je voor kerstmis? 15! Dat is duidelijk. Ja, joh. Oh, maar het ding is wel, nu zijn die pyjama's al kei snel aangekomen, maar ik dacht dus dat gaat zoiets zijn als Shein of Zafel of zo. Dus dat gaat wel, denk ik, een maand duren of zo. Ja, oké, het was ook wel 3 weken, ja. 3, 4 weken. Ja, ik was er gewoon op tijd bij, oké? Heel op tijd, schatje. Goed gedaan. Ja, ik zag dat. Ik kwam dat echt toevallig tegen op Facebook en ik dacht, ik ga daar eens bestellen. Ik had aan Celina zo gevraagd, heb je daar al eens besteld? Maar niemand kende dat. Dus, maar ik ben best wel blij. Maar ja, we moeten ze natuurlijk nog aandoen. Heel belangrijk. Maar ja, ik ben wel blij. Ze zien er kei leuk uit. Oh, nu wil ik er al nog meer bestellen. Of nu moet ik mij ook zo inhouden om dat niet te dragen. Want ja, het is, niet aan doen, het is nog. Je mag dat pas in december aan. Ja, het is wel, binnen een maand zet ik mijn kerstboom. Hè. Op 18 november zet ik mijn kerstboom. En als we de kerstboom decoreren, moeten we sowieso een kerstpyjama aan doen. En vanaf dan begint kerstmis, hè. Dus, ja. Ja, dan is het niet meer lang, hè. Dan is het een maand en een week tot kerstmis. Ja. Dat is niet lang, hè. Man. Maar dus, de kwaliteit is best wel oké. Okay. Alleen deze vind ik minder. Maar ik weet nu niet als dat op de site stond, als dat katoen was of polyester. Maar ja, misschien moet je daarop letten als je iets koopt daar. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze aan zijn. Number one is over hier. Kijk, ze blij zijn zo. Is dat je favoriet? Ik weet nog niet. Ah ja, ik heb nog niet allemaal. Ja, dat is de eerste die ik aandoe. Maar het is dus high-waisted. Of ja, je kunt het ook wel zo dragen. Ja. Hangt er natuurlijk vanaf wat dat aan je gat zelf wilt. Wat? Dan floddert aan je gat. Ja, ik heb dat graag high-waisted. Dat weet ik. En t-shirt is eigenlijk zo. Mm-hmm. Maar jij moet alles in je broek steken. Als ik ben, steek ik dat erin. Mooi, schatje. Een mooi Christmas kantje. Ja. Je hebt sowieso een mooi kantje. Oh, ik ben echt kei blij. Het zit wel goed. Alleen de mouwen zijn iets te kort, maar ik heb echt extreem lange armen. Dus ik heb dat probleem al heel vaak. Maar ja, kei blij. Het stofje voelt wel heel fijn. Ja, dit is zo'n toch? Polyester. Wat is dit? Polyester. Ja. Maar zo aan is al wel. Oh ja, oké. Het ziet er nog wel goed uit. En ik vind het ook wel leuk dat dat van onder smal is. Ja. Dat is zo schattig. Dat dan nu enkel zo smaller is, ja, dat is mooi. Schattig. Ja, heel mooi. Okay, klaar voor de volgende? Twee. Ja. Oké. Twee! Dit is nummer 2. Mm-hmm. Deze broek merk ik wel is iets losser van onder. Mm-hmm. En hier ook, zie je? Die floddert meer. Ja, daar floddert wel een beetje zo. Maar ja, ik vind hem wel nog oké. Hij slaat minder hard tegen dan ik dacht. En deze armen zijn wel echt heel kort. Ja, dat is wel heel kort, ja. Die andere waren schouders zitten thans goed, hè. Ja. Schouders zitten perfect, maar Oké, ik weet, ik heb lange armen, maar normaal is dat probleem zo en niet zo. Dat is wel best. Maar oké. Ik vind hem wel nog schattig, maar ik denk... Ja, ik heb die andere met u nog niet aangedaan. Mm-hmm. Ik denk van de twee die ik voor mij heb, dat dit mijn best favoriet is. Ja, mijne ook. Dit is ook zo'n beetje kitscherig, zo. Ja, en hier... Niet. Trekt dat ook zo? Ja, zit niet zo goed. Nee. Deze, de top is precies kleiner hier en hier. Maar oké, ik vind hem wel nog mooi. Ik ga hem sowieso wel eens aan. Oké,
Wist je dat als je nu op het scherm klopt, dat je dan naar nummer 3 gaat? Nee. Oké, doe het. Doe het. Wauw. Kijk eens zo mooi. Kijk hoe mooi. Ik denk... Dit is echt mijn favoriet tot nu toe. Ja, dat je favoriet gaat zijn, wat ik zeggen. En ik denk dat jullie ook allemaal heel graag samen willen zien. Ik moet wel zeggen, even, deze stof is veel leuker wel als die andere. Dit is een katoen. Ja, dit is katoen. Ja, dat voelt heel anders. Ja, ja. Dat voelt veel zachter wel. Dat zal wel. Die anderen zijn ook wel oké, maar dit is wel echt nog zachter. Ja. En deze is ook wel high-waisted, maar ook wel wel losser. Dat kan ook zo, hè. Goed aan de enkels, goed aan de mouwen. Ja. Ja, 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 deze zijn gewoon zoals ik altijd. Ja, je armpjes zijn een beetje lang. Kom, ik ga samen. Wil jullie iets cool zien? Ja. Tada! Oh, het is vast. Wow. Cute! Cute, you look so cute! Oh, wauw, schatje! Zet uw t-shirt eens wat in uw broek of zijn dat niet mooi? Deze is high-waisted. Ja, hallo. Fashion, denk ik zo. Ja, nee, niet zo. Nee, niet voor mannen. Oh, ja, die broek is wel los als ik gewend ben, maar het is wel het is fijn dat die aan de enkel zo... Dat is toch zalig om in de zetel te zitten. Ik vond dat leuk als aan de enkel zo'n bandje is, dat is wel zakker is. Maar weet je, dit is mooi voor als we de kerstboom gaan versieren en voor foto's. Ja. Maar daarna mag je t-shirt uitdoen. Uitdoen? Ja, alleen de broek. Of een wit t-shirt of zo erop doen. Schatje. Ja, een wit t-shirt dan of een witte trui. Dat is niet mooi, of? Jawel, maar het is too much. Geen nee. Ja, nee, die hebben wel geen zakken. Dat is echt een pyjama. Ah, ja, en je hebt geen pyjama. Je eerste pyjama. Ja. Oké, op naar nummer 4. Ja, op naar nummer 4. Oké. Tada! Woehoe! Mijn optie 2. Ja. Deze zit wel iets beter als een optie. Ik vind het ook wel mooier. Het is zo. Het is niet te schreeuwerig. Mm. Alleen de broek is zo fel. Ja. Maar dan heb je wel zo'n basic t-shirt, precies. Ja. Vind ik wel mooi. Wat vind je zelf? Ja, dat is wel oké. Ja? Ja, het zit ook wel goed vooral. Ja? Heb je die aan? Alle twee zitten zo goed, dus ik zou er wel aan doen. Woehoe! Ze zit altijd chillen, hè? Yes! Niet om in het openbaar te komen, nee. Mm. Dat ga ik ook wel niet doen. Het is wel echt mooi. Deze vind ik wel echt mooi. Ja. Okay. Dat is wat ik zeg, als je die andere broek aandoet met, met een witte blouse of zo, zou ook wel mooi zijn. Ja, dat gaat ook. Dat is ook minder schreeuwerig, snap je? Ja. Wauw, schatje. Ik vind deze ook wel echt leuk. En wat hier weer opvalt, hier is de broek dan weer heel lang wel. En de mouwen zijn ook wel echt mouwen zijn heel, weer heel kort. Ja. Maar ja. Je hebt toch een probleem met je mouwen, zeg je? Ja, maar dat is maar om thuis te zetten, dus dat is waar. Ik vind deze ook wel echt heel leuk. Ja, ja, vind ik wel leuk. Ja. Broek is echt perfect, hè? Ja. Het is zo wat strakker, dus hij zit mooi. I like it. Ja. Echt heel leuk. Deze denk ik ook wel dat we veel gaan aan. Draai eens om. Dat is 2. Dat is zo. Ja. Mooi. God. Man. Wat moeten de mensen wel niet denken? Zeg. Van u. Ik vind deze echt heel leuk. Heel chic, schatje. Goedgekeurd. Goed gekozen. Woehoe. Good job. Oké, we hebben ze aangedaan. En ze waren echt super leuk. Ik kan echt niet wachten. Oh ja, ik ook zo. Dank je dat je mee wilt doen, hè. Schatje. Dank je dat je mee wilt doen, hè. U doe ik alles. Dus iedereen, als je matching pyjama's zoekt met je boyfriend, of met je zus, of je beste vriendin, of je ouders, of... Een kind, want voor kinderen waren er ook, nee, dieren niet. Ah. Dus ga naar deze website, ik weet niet de juiste site, ik weet dat het Padpad noemt, maar ik zal alles onder in de beschrijving zetten. Ik ben kei blij ermee. Als jullie ook matching pyjama's hebben, stuur ons dan een foto, want dan wil ik het kijken gezien. Ja, als ik niet de enige ben die moet volgen. Ja, als er nog boyfriends of zo zijn, of broers, of papa's, of ik weet niet wat, die moeten volgen, stuur een foto naar Talisam op Instagram, TalisamTV. Tag ons. En dan kunnen we dat delen. Dat is kei leuk. Ja, kijk het idee, dat is kei tof. Dan maakt mij nog gelukkiger als mensen zien kerstpyjama's. Of als jullie matchy zijn met ons, als jullie toevallig hetzelfde printje hebben,
Laat ons dat ook weten, hè. Dat zou wel next level zijn. Dan moeten we afspreken en kerstfeestjes doen. In Nee, inderdaad. Oh my god, ik ben way too excited. Alles dus, doe ook thumbs up als jullie into kerstmis zijn. En jullie echt uitkijken naar kerstmis. Dus thumbs up. Ik verwacht geen thumbs down. Nee, yeah. Wie kerstmis haat, ontvolg maar. En ja, wij zien jullie morgen.